a shooting guard. En hij speelde college voor St. Francis. Vrabac, ja, mooi op links. Monsterig op voorsprong. Ja, ook heb je ook al drie ploegfouten. Victoria Marchand die zal terugkeren. Mooie paas, goede cut van Sibele Degen. Vrabac, turnover en dan zijn ze met drie. 3-1. Mooi gedaan. Easy two voor Maras. Ja, die bal kwam daar precies nog bijna uit. Ivan Maras voor 3. Ivan Maras voor 3 op de buzzer. En zo gaat Okapi met een voorsprong. Kan Okapi hier meteen ook een kloof slaan en zo weglopen. Moore. Ja, goed in de weg gelopen van Harris. Slim in de weg gelopen. En dat is eigenlijk ook gewoon een 3-speler. Dus ja, frustraties. Want de twee torens van Okapi, dat zijn wel echte 4 en 5 spelers. Mortan, ja, doet dat goed tegen Maras. Popovic, Walker voor zijn tweede. En one! Fout van Braxton. Tegen het parket. Was hij zonder contact. Walker, ja, die gaat nog een 3-punter gooien. En die gooit er nog een binnen. Schouwvlieger. Ja, ik hoop dat die jongens weten dat ze maar 3 seconden meer hadden. Maras gaat het oplossen. Ivan Maras. Ja, dat is dan het jammere van het systeem. Nu, als dat gezegd is, als dat de reden is natuurlijk. Maar aan de lichaamstaal te zien. Ja, daar heb je het, hè. Komt eruit. Moore. Ja, die kan ook 2 punten maken. 9 minuten te gaan. Mintogo, ja, die kan een 3 gooien. Gavrilovic sterk en dan even sterk afgeblokt. Het is 14 seconden. De bal die van erin komt is dus, ook correct. Ja, heel veel gebattle inside. En Sibele Degen. Oeh, en die dunkt hem nog. Hij staat niet graag op een poster. En dan de steal van Maras. En dan een cirkel binnengelegd. Dan pikt hij misschien iets te vroeg op. Neri. En een blokshot van Popovic. Maras. En dan is de corner vrij. En daar is Letegen. Die stapt heel goed in. En dan is Popovic heel blij met de assist. Die mist. En dan is het einde wedstrijd, dames en heren. Klinkende overwinning voor Okapi. 88-71. En 4-4.